Het ging zo goed, tot die ene hindernis. Ja, jammer. De duivelse hindernis op het eind. Ja, alle Nederlanders kregen hem eraf, helaas. Wat is dat toch? Ja, misschien, ik denk dat Harry die begon, die kreeg gewoon echt een pechfout erop. Daarna viel hij nog een paar keer. En ik denk dat ik er zelf iets te voorzichtig naartoe reed. Achteraf had ik hem misschien kort erin moeten draaien en gewoon brutaler moeten rijden. Is dat omdat je wist wat er nog gebeurd was daarvoor? Ja, dat denk ik wel. We hebben heel duidelijk afgesproken. Ik zal overal proberen het risico te nemen waar ik het risico kon nemen als laatste ruiter. Behalve van 1 naar 2 en naar die dubbelsprong daar even de tijd nemen. En ja, helaas. Ja, over die nieuwe rol en de Jeroen Dubbeldam rol, hoe bevalt dat? Nou, ik denk geen Jeroen Dubbeldam rol. Jeroen Dubbeldam is gewoon een fenomeen. Die komt niet van aarde, die komt van een andere planeet. Maar we doen ons best en we hebben denk ik een goed team, een jong team. Nu nog een paar foutjes, maar we moeten nou gewoon positief omhoog kijken naar wat er komt. Ja, ik bedoel meer jij als laatste ruiter, is dat toch anders? Nou, dat maakt mij persoonlijk niet zoveel uit. Het is, je moet ook weer je eigen ronde rijden en een beetje druk is misschien soms wel extra goed om gemotiveerd te zijn. Tot slot, we zijn nu allemaal één keer geweest. Hoe staan we ervoor? Ja, oké, dat kan natuurlijk beter. Ik heb de uitslagen nog niet gezien, maar we staan in ieder geval lager dan we gehoopt hadden. Vanaf nu gewoon nul rondjes blijven rijden.